Goedemiddag, meneer. Ik ben bewoner van een appartement. Wij kennen dit park natuurlijk al heel lang. U heeft het in alle staten gezien dat miniatuur er kwam, maar ook de periode ervoor. En ja, op dit moment wordt er behoorlijk gerooid en dingen gesloopt om een nieuw park aan te leggen. Wat denkt u daarvan? Want kijk bijvoorbeeld hier die populieren voor de Schouwburg. Nou, dat zijn natuurlijk blikvangers. Maar u heeft nog gezien dat die geplant werden, of niet? Nou, ik heb ze niet gezien, maar ik weet dat ze daar na de Waternoos geplant zijn. Dus in 1953? Nee, toen was ik natuurlijk ook nog jong. En ik hoorde dat vanmorgen ook nog wel heel even van iemand die daarbij stond te kijken. Dus die verifieerde dat. Maar ik maak op dit moment gewoon een soort plakboek van het park zelf. Hoe het was en hoe het gaat worden. En dan bekijken van verschillende kanten. Ja, precies. En maar hoe het beoogde plan, hè, hoe het moet gaan worden. Bent u het ermee eens? Vindt u het een goede ontwikkeling dat het park? Ik vind het een fantastisch park. Het is... ik vond het plan goed. Ja, want u bent ook bij die bijeenkomsten geweest met de bewoners? Ja. We zijn ook... toen was dus... wethouder Albers was erbij. Met zijn schoppen en zo. Daar zijn we ook bij geweest. Dus dat was eigenlijk de eerste aanzet. Ja, de symbolische start, ja. Maar als u het nu zo ziet, want nu is het inderdaad wel, ja, het is toch eventjes schrikken, een beetje kaalslag, de bomen die verdwijnen maar. Ja, maar dat weet je van tevoren. Ja, dat is... alleen. Ja. Nee, ze hebben op het ogenblik fantastisch goed weer. En ze maakt er gebruik van, zou ik zeggen. Ja. Dus u kijkt er eigenlijk positief tegenaan en u heeft zin in het nieuwe park wat er komt. Ik vind dat als het klaar straks is, is het een blikvanger. Ja. En dat heeft Middelburg ook wel nodig.